Ik hou van Holland, met zijn bossen en zijn hei. Kijk maar naar mij. Prachtig, hè, jongens? De helft is best aardig, maar de andere helft is zo asociaal. Maar ook door de woningbouwvereniging, hè. Want kijk, om al die containerbakken hier gewoon 2-3 meter van je hoofdingang te zetten waar je visite door moet. De lift is een van de gevaarlijkste plekken die er is. De meeste berovingen vinden plaats in de lift. Mijn vrouw heeft het maar 5 keer meegemaakt, hoor. En is maar 5 keer pas aangerand, dus het valt nog wel mee, snapt u? Je boort wel keihard als je op die manier moet leven, snap je? Ik waarschuw je de laatste keer, je gaat niet met de mes bij mijn vrouw zwaaien. Idioot. Ja, daar word ik er niet goed van. Je hebt een paar dagen geleden met zo'n mes heb je lopen zwaaien naar mijn vrouw. Dat kan helemaal niet. Eigenlijk moet je hem zo in elkaar schoppen. Ja, daar word ik giftig over. Ik heb van mijn woning een hele vesting gemaakt, hoor. Ik heb Italiaanse balksloten en zo. En kijk, wat ze doen is, ze zetten een schroevendraaier achter dit raampje. Ze wippen het zo open. Kijk, vroeger is dat al gebeurd, zie je? Mm-hmm. Dit hier ook. En dan staan ze, dan klimmen ze erop. En dan hebben ze een broeksriem, maken ze een lus. En ze trekken dit dingetje open. En ze springen zo naar beneden, binnen, hoor. En of je binnen bent of niet, want ze trekken zo'n vleesmes. En nou, dan ben je helemaal de loop. Kijk, ik wil hier duidelijk benadrukken, niet omdat ik ergens bang voor ben, hoor, want ik heb echt overal scheid aan. Ik bedoel, daar voel ik toch me in hart en nieren een echte Amsterdamse indiaan in. Snap je wat ik bedoel? En de Amsterdamse indiaan houdt in, een knokker voor het leven. Goed voor jezelf en je buurt en je mensen opkomen. Dus ik wil daar duidelijk mee zeggen, ik heb totaal geen hekel aan buitenlanders, totaal niet, want ik ben zelf met een buitenlandse vrouw getrouwd. Mijn kind bestaat uit 5 nationaliteiten, daar ben ik echt hartstikke trots op. Wij hebben ons heel goed aangepast en er zijn dus veel groeperingen die zich dus niet aan willen passen, maar wel van allerlei dingen, wetten en dingen, hier de rechten willen hebben. Nou, en dat vind ik asociaal gedrag. Kijk, want ik discrimineer niet op kleur, hè. Ik ben zelf halfbloed Indiaan, mijn vrouw is volbloed Indiaan, ze uit Zuid-Amerika, ik uit Noord-Amerika. Leven de revolutie! De dood en de armoe! Kijk, ik doe niks over andermans mensen hun rug. Zolang er geen doden bijvallen en de kleine man niet te dupe is. Omdat ik vroeger altijd de kleine man zelf ook geweest ben. Daarom heb ik een hekel aan de Nederlandse staat als ik hoor en zie dat ze dus Jan met de pet en vooral oude vandaag lopen uit te melken. Die mensen hebben gezorgd dat wij hebben wat we nu hebben. En nu worden er zoveel mensen maar naar binnen gehaald die ook van die pot mee moeten eten. En nu kunnen de oude vandaag en andere groeperingen in Nederland die daar eigenlijk eerder recht op hebben, die kunnen een beetje aan de boom gaan hangen. En ik zou dus wel tegen alle Nederlanders willen zeggen van Nederlanders, wakker worden! Ligt bij die televisie niet zoveel te rukken. Jullie moeten een beetje kijken hoe het met je eigen landje gaat. Opkomen voor jezelf. Zo, wij zijn gek op Italië. Wij komen nog steeds op visite bij Italiaanse familie. Dan ga je toch niet in een of ander scheidwoningje zitten. Maar ja, om het te doen en het te hebben, moet je je eigen rot knokken, toch? De zwarte kaper, kapitein, ben ik. Aanvallen! Nog even en hij gaat vliegen zo.
het is de bedoeling dat je het idee krijgt dat je in een vliegtuig zit en vanuit het vliegtuig zie je dit naast je gebeuren allemaal. Er moet hier dus een pad zometeen komen, wat dus dat pad leidt naar de Hellepoort. De jongens die hierop voorkomen, zijn allemaal overleden. De meesten hebben allemaal een ongeluk gehad, wel een motorongeluk, ja. En dit is Frans. Zijn bijnaam is Frans de Loser. En dat doe ik dan straks met zwart en met zilver, zie je? Augustus, ja, ruim een half jaar is eraan gewerkt geworden. Hoeveel kost zo'n grapje nou? Redelijk. Het kost veel energie en veel denken. Het is er deze jaar, hoera, hoera, dat kan je wel zien, dat is hij. Joehoe! Hoi, Roy. Hartelijk dank en gefeliciteerd als Ezes Amsterdam. Ja, prachtig. Oh, dat is echt te gek. Hey, dit is onze mooiste object wat een verklaring geeft over Angel Heaven. En de Heavenpoort is daar. Dat is de ingang. Nou, en daar is het allemaal zo lekker. En jullie komen weer samen in de hel? Wij komen samen in de hel. En hoe ziet de hel eruit? Super, alles even lekker. Alles even, ja, wauw man. Nee. Sex, drugs en rock and roll. Keep on trucking. Hier, Ben. Ja, yeah, wauw. Bedankt voor je, Ben. Voor de schrik. Ja, het is alleen zonde van de jongens die erop staan dat ze het nooit kunnen zien. Ja. Iemand heeft Jack van de weg afgereden. Ja, tragisch, afgelopen. Dood. Mooi om zo hier mooi, hè? Levend te zien. Daar hebben we er wel van gemaakt. Gaan. Ja. Tot we zelf ook erop komen, denk ik. Het is een beetje het Walhalla van Hells Angels. Het astrale is vierdimensionaal. En daar communiceren we niet meer met woorden, maar gewoon bij telepathie. Dus, als je eigenlijk de pletter uit, dan kom je terug op je beste. Op de allerbeste fase van je leven, rond je 30ste, weet je wel. Dat ziet er helemaal goed uit en alles is gewoon heerlijk. Mijn grootste passie is toch over de blauwe turquoise golven heen chasen. Je hebt hier wel je geld mee verdiend, hè, met het spuiten van dit soort boten. Veel Italië, Spanje, Caribisch gebied ook. Ja, dit vind ik het leukste eigenlijk. Want je zit tussen het geld, plezier, avontuur, beter dan werk op een fabriek. Je bent geen wereldverbeteraar? Oh nee, helemaal niet. Want vaak is het zo, hoe slechter het gaat, hoe beter het met me gaat. Ja, met professor Inca. Goedemiddag. Oh, avond bij jullie. Hoe gaat het met mijn cocaïneveldje daar? Ja? Geef ze maar lekker veel water, hè? Ja, met het vliegtuigje. Wat een wereld, hè?